Hoi hoi, leuk dat je kijkt naar alweer de derde uitzending van Het Ede. Deze uitzending staat helemaal in het teken van de waterschapsverkiezingen, waarvoor jij op 20 maart naar de stembus mag gaan. De meeste mensen zullen niet eens weten waar de waterschappen over gaan en waarvoor je eigenlijk mag stemmen. Daarom hopen wij jou deze uitzending een beter beeld te geven wat jouw stem waard is op 20 maart. Nederland en water zijn al honderden jaren met elkaar verbonden. Het is zelfs een rode draad in onze geschiedenis. Niet gek dus dat wij al sinds de 10e eeuw een instelling hebben die alles regelt rondom het water. Maar hoe wordt het waterschap eigenlijk bestuurd? En hoe belangrijk is het werk van waterschap? Wouter zoekt het uit. Zoals je ziet staan we voor het waterschap en het is slecht weer. En ik ben wel benieuwd wat het waterschap allemaal met dat water doet. Mijn naam is Tanja Klip-Martin en ik ben dijkgraaf van waterschap Vallei-en-Veluwe. En de dijkgraaf is zeg maar de burgemeester van het waterschap. Als dijkgraaf ben ik voorzitter van het algemeen bestuur en voorzitter van het dagelijks bestuur. Daarnaast heb ik heel veel overleggen met burgemeesters, de gedeputeerden van de provincies waar wij in liggen, voornamelijk Overijssel en Gelderland. Maar ik ben ook bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de calamiteitenbestrijding en de risicobeheersing, net als een burgemeester dat is in het kader van openbare orde en veiligheid. Ik ben Ivo Demmers, ik ben programmaleider van het waterprogramma binnen Wageningen University and Research. Wij werken samen met het waterschap, zowel in Nederland als met alle andere waterschappen. En dan werken we gezamenlijk samen in het buitenland. Leden van het waterschapsbestuur worden bijna allemaal, net als bij gemeenten en provincies, één keer in de vier jaar middels directe verkiezingen gekozen. En het verschil met de gemeente en de provincie is dat niet alle leden van het algemeen bestuur direct gekozen worden. In ons waterschap, we hebben een algemeen bestuur van 30 leden, 23 worden direct gekozen via een politiek lijstensysteem en 7 zijn zogenaamde geborgde zetels en die worden bezet door vertegenwoordigers van de boerenorganisaties, vertegenwoordigers van de natuur- en terreinbeherende organisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de industrie. En dat zijn 3 categorieën die van oudsher enorm belang hebben bij het werk van het waterschap. Wat zijn vooral de praktische kanten van het waterschap, waar het waterschap zich mee bezighoudt? Nou, wat mij betreft zijn dat beheer van het water, dus dat kun je zien buiten pijlbeheer bijvoorbeeld, zorgen dat het water voldoende wordt afgevoerd, of juist in droge tijd dat het lang genoeg beschikbaar blijft voor de boeren. Afvalwaterzuivering is een hele belangrijke. Nog een hele belangrijke, die heeft te maken met de waterveiligheid in Nederland. Waterschappen hebben ook een rol in de dijkversterking. De vraag of je inderdaad experts zou moeten laten kiezen voor het waterschap of burgers. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat burgers ook bewust worden van het stemrecht wat ze daarin hebben. Wij als experts, onder andere binnen Wageningen, denken echt wel mee met waterschappen. Maar ik denk dat het water ook dichter bij de burger brengt door echt het gebruik te maken van het stemrecht. Dus het moet echt zo blijven. Het is een van de paradepaadjes van het Nederlandse waterbeheer als je naar het buitenland gaat. Het is ontzettend belangrijk om te gaan stemmen, want het waterschap heft zelf belastingen. En je bent als inwoner van dit gebied verplicht om die belasting te betalen. En middels verkiezingen kun je ook bepalen waar dat geld dan vervolgens aan wordt uitgegeven. Want jij kiest de volksvertegenwoordigers die zitting nemen in het algemeen bestuur. En het algemeen bestuur formuleert het beleid en controleert de uitgaven van het geld van dit waterschap. Dus je hebt direct invloed op wat er met jouw belastinggeld gebeurt. We weten nu door wie het waterschap wordt bestuurd. Maar wat doet het waterschap dan? Lisa trotseerde de regen en wind voor het antwoord op deze vraag en ontpopte zich als een ware Piet Paulusma. Hey Lisa, ga je ook stemmen voor de waterschapsverkiezingen? Water? Je mag 2 keer stemmen. Oh ja, ik denk dat ik even ga uitzoeken wat de waterschappen allemaal doen. Ja, ben je eruit? Ja, het waterschap zorgt voor goed waterpeil, schoon water en dijken. En ik kom erachter, kijk, hier de Grebbedijk, die ligt hier in de buurt. En die moet dus op de schop, want die blijkt niet veilig. Dus misschien daarheen? Nou, ik zie dat het buiten regent en slecht weer is. Dus pak je paraplu. Oh, ja. En we gaan er gelijk naartoe. Ja, even kijken. Nou, we staan hier op de Grebbedijk. Het is stuimweer. We staan hier met Michiel. Die gaat ons wat meer vertellen over de dijk. Michiel, hoe zit de dijk in elkaar? Dat is in de basis vooral heel veel klei, omdat dat een heel stevig materiaal is en water tegenhoudt. Ja, misschien ook nog.
gezegd, hij kan op drie manieren eigenlijk nu, zou hij kunnen bezwijken. Dat komt omdat hij niet hoog genoeg is. Hij is niet stevig genoeg, dus dat heeft met stabiliteit te maken. En er kan water onder de dijk doorsijpelen door onderliggende zandlagen. Waardoor er een wel kan ontstaan en de dijk ook in kan zakken. Dus als de dijk, de Grebbendijk, bezwijkt, dan stroomt er heel veel water vanuit de Nederrijn de Gelderse Vallei in. De Gelderse Vallei functioneert dan eigenlijk wel als het ware als een soort glijbaan. En het water kan zelfs tot aan Amersfoort komen. Tot een meter ongeveer water kan komen te staan. En in Veenendaal komt het hoger. Dat is dichter hier bij de dijk en daar kan het zelfs 3 tot 4 meter hoog komen. Waarom is het waterschap in deze kwestie zo belangrijk? Dat is omdat onze eerste zorg ook echt uitgaat naar deze dijk. Waterschappen. Wat zijn waterschappen en waarom zou ik ervoor moeten stemmen? Wat wij als waterschap doen is normaal gesproken de dijk beheren, onderhouden en inspecteren. Dus wij maaien de dijk en elk najaar lopen de dijk naar om te controleren of er geen gaten in de grasmat zitten of andere grote gaten. Om ervoor te zorgen dat hij het stormseizoen weer in kan. Hoor je zeg met de paraplu. Ja. Hij overleeft niet. Kan je misschien een foto maken van mij? Moeten mensen zich zorgen gaan maken? Nee. Wel gaan we hem de komende jaren verbeteren, zodat hij ook gewoon in de toekomst veilig en stevig blijft. Nou, dit is er dus over van de paraplu's. Beetje kapot. En Lisa, wat heb je geleerd vandaag? Dat de waterschappen best wel belangrijk zijn, vooral voor droge voeten. Nou, droge voeten, die heb ik nou vandaag niet meer overgehouden. Maar ga je stemmen? Zeker. Proost. Bij ons in de studio is aangeschoven onze social media redacteur Joska. Joska, welkom. Ja, dankjewel. Hey, als die dijken doorbreken, staan wij in de studio dan nog wel zo veilig? Ik heb het even onderzocht en hier zouden wij ongeveer met onze voeten onder water staan. 2 maal per etmaal stroomde de vloed door de gaten in de doorgebroken dijken. Die eeuwige dreiging van het water. De watersnoodramp van 1953 staat nog altijd op ons netvlies gebrand. We blijven in strijd met deze natte vijand. Regent harder dan ik hebben kan. Nederland vecht tegen 2 aanvoerders van water. De eerste is de zee. Hier zie je dat als de dijken doorbreken, je aan de kust niet veilig bent. Je kunt dan het beste naar het binnenland reizen. Maar de tweede aanvoerders zijn de rivieren. Hier stroomt het water vanuit de bergen Nederland binnen. Als dat watertoevoer te veel wordt, dan overstromen de rivieren en is het juist goed om naar de kustgebieden te vluchten. Maar stel nou, je hebt geen tijd meer om te vluchten. Hoe overleef je dan het beste? Als eerste moet je zorgen dat je naar een hoge, droge plek kan vluchten. Als dat niet lukt, moet je naar een zolder of een flat. En als je dat doet, vergeet dan vooral geen mee te nemen, want het kan zomaar zijn dat de hulpdiensten een aantal dagen op zich laten wachten. Dankjewel, Joska. Alsjeblieft. Bij mij aan tafel zit Johannes van der Poel. Hij is kandidaat namens de SGP voor de waterschapsverkiezingen. Welkom, Johannes. Ja, dankjewel. Je bent de jongste kandidaat voor de waterschappen ooit. Wat vind je daarvan? Ja, best wel een beetje spannend. We zijn nu heel druk campagne aan het voeren, maar dadelijk word ik misschien gekozen. Ja, dan moet ik echt aan het werk. Dus heel leuk en leerzaam, maar ook wel een hele uitdaging. Ja. En hoe hou je je als 18-jarige staande in een toch wel oude mannenbolwerk? Nou, kijk, het mooie is, enerzijds leer ik van hun ervaring en hun kennis die ze hebben opgebouwd. Want vaak zitten ze er al heel lang in zo'n waterschapsbestuur. En aan de andere kant lever ik ook wel nieuwe inzichten. Dat is weer waardevol voor hun. Dus ik denk dat we het zo een beetje afwisselen. En hoe het straks er echt naartoe gaat, dat gaan we natuurlijk naar de verkiezingen zien. Maar nu merk ik wel dat er eigenlijk heel goed gereageerd wordt op de voorstellen die ik doe. En waarom zou je specifiek als jongere gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen? Nou, een hele goede vraag. Want heel veel jongeren betalen natuurlijk zelf nog geen waterschapsbelasting. En dat is wel een heel belangrijk argument. Omdat je in de waterschapsbelasting betaalt, mag je ook beslissen waar dat aan besteed wordt. Nou, waarom het voor de jongeren wel interessant is, is omdat in het waterschapsbestuur heel veel lange termijn zaken worden besproken. Dus waarin je bij een gemeenteraad of bij een Tweede Kamer vaak nog wel plannen ziet langskomen voor de komende 2 of 3 of 4 jaar, zie je bij het waterschap dat ze gelijk beslissen voor de komende 50 jaar. Dijk versterken doe je niet voor de komende bestuursperiode, maar gelijk voor de komende 50 jaar. Nou, en juist omdat het dus gaat over onze toekomst, denk ik dat het heel goed is om nu alvast daar ook in mee te denken en wat keuzes in te maken. Ik zag dat jij laatst een filmpje had opgenomen met Mark Rutte. Ja, ja.
Spreek jij wel vaker zulke leiders van het? Nou, het leuke is met Mark Rutte, ik heb hem even kort gesproken, ja, een vlog met hem opgenomen, mm-hmm. waarin we zeiden van, nou, ga vooral stemmen, want die waterschappen zijn heel belangrijk. En hij zei van, ja, dat is zo. En zeker al, boeren hebben belang bij schoon water en ook zeker voldoende water, neemt zo'n afgelopen zomer. Maar hij zei dat het waterschap ook zorgt voor schoon drinkwater. En dat is niet helemaal goed. Dus ik heb daarna ook gelijk gezegd, misschien is het goed als we nog een vervolgafspraak maken. Ja, want zo vaak spreek ik dat soort mensen ook niet. Nee. Maar op die manier denk ik wel, want ze moeten natuurlijk wel gewoon de juiste informatie geven. Ja. Ja. Je studeert nu. Heb jij daarnaast ook andere dingen waar jij een passie voor hebt? Ja, nou, ik studeer en ik ik sta verkiesbaar, hè, voor de waterschapsverkiezingen. Mm-hmm. En tegelijkertijd heb ik ook gewoon een vriendenclub. En daar spreken we overigens niet zo vaak over die waterschappen, want daar hebben zij ook bijna niks mee. En dat begrijp ik ook wel weer. Zijn we daar niks mee? Nee, niet zozeer. Ze gaan wel stemmen, dat wel. Ja. En ook wel op de juiste kandidaten, denk mm-hmm. ik. Voor de rest, ja, dat waterschapsgebeuren, dat vertrouwen ze me wel toe. Dat is punt niet. Maar dat probeer ik wel een beetje af te wisselen natuurlijk. Mm-hmm. Want alleen maar bezig zijn met besturen of alleen maar bezig zijn met studeren, ja, dat houdt denk ik niemand vol. En ik ook niet. Johannes, bedankt voor je komst naar de studio. Ja, graag gedaan. Veel mensen maken gebruik van een stemwijzer om te kijken welke partij het beste bij hen past. Maar hoe werkt zo'n stemhulp eigenlijk? Hoe wordt het gemaakt? En hoe worden de stellingen gekozen? Janine neemt een sprong in het diepe en zoekt uit hoe die stemwijzers werken. Woensdag 20 maart mag ik voor de allereerste keer stemmen bij de waterschapsverkiezingen. Maar hoe weet ik nou op welke partij ik moet stemmen? Daarvoor ga ik de stemwijzer gebruiken en kijken of ik daar wat aan heb. Het staat hier subsidies verstrekken voor de aanschaf van een regenton. Dus dat waterschap geld geeft om iemand een regenton te laten. Oké. Okay. Buiten regent het super hard, net als op deze waterschapverkiezingsposter. Maar ik ga even hier binnen vragen wat de mensen gaan stemmen en of ze de stemwijzer gebruiken. Weet je al waar je op gaat stemmen tijdens de waterschapverkiezingen? De waterschapverkiezingen? Ik denk op GroenLinks, maar ik weet het nog niet zeker. Ik heb er nog niet heel erg in verdiept. Ja, ik stem al 40 jaar op dezelfde partij. Ik nog niet. Ik heb nog geen onderzoek gedaan naar wie daarvoor het beste uit de bus komt. En hoe doet u daar onderzoek voor? Ja, waarschijnlijk zal er wel zo'n internet-enquête zijn, toch? En dan kun je dat toch uitzoeken? De stemwijzer? Dat denk ik, ja. Ja, ik heb het één keer gebruikt, maar toen kwam er echt totaal wat anders uit wat ik normaal stem. Dus. Nee, vind ik onzin. Nee. Vindt u dat onzin? Nou, ik kan zelf wel nadenken, hoor. Ik heb wel die ideeën niet nodig. Is wel heel handig, denk ik. De stemwijzer wordt dus af en toe gebruikt, maar hoe maken ze die eigenlijk? Wij gaan naar het kantoor in Utrecht waar ze die stemwijzer maken. Hoe kiezen jullie die stellingen uit? Het begint ermee dat we bij de politieke partijen verkiezingsprogramma's opvragen en andere input. Die informatie nemen we door en daarbij checken we of er onderwerpen zijn die door meerdere partijen worden aangehaald. Zo ja, dan is het een belangrijk thema wat speelt en verschillende partijen van mening. Eigenlijk kijken we steeds wat is nou het verschil tussen wat jij vindt en wat de partijen vinden. En daar komt een soort uitslag uit. En die kan best wel verrassend zijn, want dat kan een partij zijn die of nu niet zittend is, of die misschien zo klein is of wat minder media-aandacht krijgt, dus waar je nog nooit over gehoord hebt. Vaak gaan mensen toch hun eigen rijtje, wat ze al in hun hoofd hebben, af en lezen ze ook nog eens de motiveringen van de verschillende partijen daarop. En in die zin is het dan ook echt een stemhulp. En gelukkig, daar zijn wij in ieder geval heel blij mee, nemen ze heel vaak niet klakkeloos het advies van de partij die bovenaan komt over. Ik weet dus nu hoe de stemhulp werkt. En ik weet ook dat ik niet zomaar op de eerste de beste partij moet stemmen die bovenaan de stemhulp uitkomt. Maar het is wel een heel handig hulpmiddel. Dit was Janine Steenhoven voor Ed Ede. Het waterschap is er niet alleen voor onze veiligheid, maar er zijn meer belangen. Astrid duikt het land in. Water, water, water. Het regent. Pijpen stelen vandaag. En toch ga ik op zoek naar een belanghebbende van het waterschap. Dit brengt mij op een boerderij naast de Rijn. Daar is de Rijn. En daar is de Maas. Ja. Nee, de Maas is niet de Waal. Oh, de Waal, dat heel was veel, het. Heel veel. Oké, even voor de duidelijkheid. Hier ligt de Rijn, hier ligt de Waal en hier zijn wij. Nou, als je het over waterschap hebt, dan heb je het ook over boeren. En naast mij staat een boer. Wat
heeft u te maken, op wat voor manier heeft u te maken met het waterschap? Ja, op heel veel manieren. Als je hier alleen al staat en je ziet de dijk hier waar we op staan en achter de Rijn. Dan de bescherming tegen de hoge waterstanden is voor mij al heel belangrijk. En als je hier de percelen over kijkt, ja, nu is daar geen water te zien. Of nauwelijks water te zien. Maar in principe ben ik wel behoorlijk afhankelijk dat het waterschap op de juiste momenten de juiste waterpeilen gebruikt. Want anders, wat gebeurt er anders? Bij te veel water, dan staat het perceel blank. En ja, nu valt dat nog wel mee. Maar als er aardappels in staan, ja, dan is eigenlijk na 24 uur is de oogst verloren. In hele droge periodes, dan is het ook wel belangrijk dat het grondwaterpeil, ja, zo hoog mogelijk staat. En het waterschap, dat regelt dat dan? Nou, in dit gebied, ik zei net al, de Rijn ligt hier vlakbij. Kunnen ze water inlaten uit de Rijn, erin pompen. Mm-hmm. En als er te veel water aan deze kant van de dijk staat, kunnen ze het eruit pompen. Het aandeel van het waterschap is onderhoud van grotere sloten die van het waterschap zijn. Dat er niet te veel begroeiing in staat en dat ze schoon zijn als er water afgevoerd moet worden. We staan hier nu dus tussen de aardappelen, maar eigenlijk bepaalt het waterschap ook bij wijze van spreken de kwaliteit van uw aardappelen. Wat vindt u dan eigenlijk van dat het hele volk mag meebeslissen en mee mag doen aan de waterschapsverkiezingen? In principe zijn het niet alleen de belangen van mijn aardappelen die spelen. Dus als het puur om mijn aardappels ging, vond ik dat ik liefst had dat alleen de agrarische sector erover besliste. Maar er zijn zoveel dingen die met water te maken hebben, dat ja, je ontkomt er niet aan dat we daar met z'n allen over willen stemmen. Wat ik me wel afvraag is, als mensen echt helemaal niet weten waarvoor ze stemmen, ja, of het dan nog wel zo'n goed systeem is dat iedereen komt stemmen. Dus eigenlijk zou iedereen moeten weten waar de waterschapsverkiezingen over gaan. Ja, in ieder geval waar ze over gaan en welke belangen er op het spel staan en wat ze ermee willen. Ede schudde vandaag op zijn grondvesten. Want minister van Financiën Wopke Hoekstra kwam op bezoek in het Technova College. Ik sta hier voor het Technova College in Ede. Zo meteen komt onze minister van Financiën Wopke Hoekstra langs. Ik stel hem wat vragen over waterschap, verkiezingen en Ede. Oeh, dat is wel een goede vraag. En ik ga meteen rechtop zitten als je zegt dat ik dan het visitekaartje van Nederland ben. Ik probeer me over het algemeen natuurlijk wel dan netjes te gedragen. U bent geboren in Bennekom. Hoe is het om weer terug te zijn in Ede? Nou, ik vind het natuurlijk zelf hartstikke leuk om hier te zijn. Juist omdat Ede ook in mijn paspoort staat. Hoe heeft u deze middag ervaren hier met de studenten op het Technova College? Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik vind het ook fantastisch om te zien hoe jongeren heel veel verschillende vragen hadden voorbereid. Van heel persoonlijk, dus de balans werk en privé, tot dingen die heel erg met mijn portefeuille als minister van Financiën te maken hebben. Ik heb een vraag over het milieu. Het ging ook over klimaatverandering vandaag en de waterschapsverkiezingen komen eraan. Hoe ziet u de relatie tussen deze twee? De waterschappen, ja, dat is natuurlijk een ontzettend relevant onderwerp. Want uiteindelijk gaan de waterschappen over hoe zorg je nou dat je droge voeten houdt en hoe zorg je dat het water drinkbaar blijft. Dat is een ontzettend belangrijk onderwerp. Deze maatschappelijke problemen die komen natuurlijk bijna elke week in de ministerraad over tafel. Wat ik nou juist zo goed vind is dat de waterschappen zo professioneel aan de gang zijn met dat grote en hardnekkige onderwerp waar Nederland natuurlijk al generaties lang mee worstelt, dat is namelijk het water. En wat is het belang om voor jongeren om te gaan stemmen voor het waterschap? Nou, ik vind het altijd belangrijk om te gaan stemmen. Dat is toch de kans die je vaak eens in de vier jaar hebt, of het nou de Provinciale Statenverkiezingen zijn, of de gemeenteraadsverkiezingen, of de landelijke verkiezingen, ook de waterschappen, om te laten horen wat je vindt. Dus ik zou willen zeggen, maak gebruik van die keuze. Ga stemmen, en voor de waterschappen, en voor de provincie. Het is belangrijk voor het land en voor jezelf. Geweldig dat je keek naar deze uitzending van Ed Ede. En vergeet niet op 20 maart naar de stembus te gaan, hè? Volgende keer slaan wij onze vleugels uit en gaan wij over de grens. Wil jij niets missen van Ed Ede? Vergeet ons dan niet te volgen op social media. Tot de volgende keer. Doei doei!